De laatste keer dat we dit deden was bij Monkey Dong. Kun je dat nog herinneren? Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Cern en speler Hurt World. Vandaag weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we er weer tegenaan. En het is tijd om eventjes de drills leeg te trekken. Want ik heb een basis in winter. Woep. Ik heb even flink lopen pushen om dat te regelen. Offstream. Offstream, off camera. Maar ik heb een, hoe heet het? Een quad. Best wel chille quad ook. Met powerful goat engine en een 140 gearbox. Top 140 zoals je ziet. Dus ja, en ik woon nu hier in winter. Nou ja, wonen. Ik heb spullen. Maar ik heb spullen bij elkaar verzameld om C4 te regelen. Dus laten we dat even gaan doen. Ik ga deze spullen eventjes naar naar jou toe brengen. Ik zie je zo, man. Yes, tot zo. Alright, man. We zijn in onze basis. En ja, we hebben alle spullen voor 2 C4's. Ah, yeah. En ik heb er alleen maar 2 deathcaps voor hoeven vinden. Ja, ik heb de rest heb jij gedaan. Mooi zo. Schild bij me. Neem je ze mee? Ah, jij mag ze dan neem jij er ook een mee. Neem jij er ook een mee. Heb je hem? Ja. Ik heb, ik heb de helft van het concrete gepakt. Dat leek me eigenlijk wel meer dan voldoende. Oh ja, ik heb de andere helft. Nog, heb je de andere helft? Yes. Ligt hier? Oh, ligt hier. Ja, jeans. Die warm jeans. Ik heb net mijn broek maar even vervangen voor een mooie campsuit pants. Oké, moving out. Let's go! Oké, we hebben er eventjes goed over nagedacht welke base we moeten raiden. Maar ik denk dat het deze base wordt. Yes. Lekker dichtbij, veel hout. Even op het dak. Oeh, dan hebben we deze jump. Oh, wacht, ik heb. Ja, ik had bedacht dat ik het wel met. Van die pilaartjes af kon. Hou het wel even in de gaten eromheen. Ah, yeah. Oké, okay, prima. En waar hadden we nou afgesproken? Ik heb niet zo goed opgelet, sorry. Nou, ik dacht zelf eigenlijk gewoon beneden hier bij deze, in deze hoek. In de hoek, want je hebt hier die deur. En ik verwacht dat er zeg maar de totempaal in dat middelste hok staat. Okay. Maar hier staat een houten muur. Ja, en ik hoop dat daar. Die uit. Oké. Ik scout het. Gaat ie. Dude. De laatste keer dat we dit deden was bij een Monkey Dong. Kun je dat nog herinneren? Nee, want het laatste wat we deden was het bij een heel klein huisje die. Oh, dat is een sinaasappeltuin. Oh, hij was toch in deze hoek. Even kijken wat hij heeft. Ja, wil je doorgaan? Wil je die andere ook pakken? Nou, zou er alleen de totempaal staan? Of zou die daar ook nog spullen hebben? Als hij hier helemaal geen. Hij heeft wel allemaal maskertjes, maar helemaal geen auto-onderdelen en een potje verf. Dus ja, ik dat valt een beetje, tegen inderdaad. Dat is wel jammer. Ja, dan staat het misschien daar nog. Je hebt een sinaasappelbelasting. Sinaasappelbelasting. Eigenlijk kwamen we die gewoon ophalen. Maar ja, de deur stond niet open. Dan moeten we het maar zelf. Dan dwing je ons wel. Ik weet nog wel een andere base waar we kunnen kijken. Wil je daar kijken? Ja, is goed. Heeft hij nog dingen in zijn. Ik heb die workbench leeg gehad. Oh, hij heeft nog één gasoline in zijn furnace. Bonus. Okay, dit die maskertjes hoef ik niet. Ja, ik heb hier nog ruimte voor in mijn inventory, maar verder. Ja, het enige wat we zouden kunnen hebben is die kisten als we het demolishen en de smelterij. Maar ik denk niet dat het echt super boeiend is. Ja, tenzij dat hij echt een. Maar wacht even, iemand die naast de stad woont, die moet toch wel goede spullen hebben? Ja, dus die zullen hier toch echt wel in moeten zitten. Wil je hem opblazen? Ja, laten we dan maar gewoon even goed opruimen. Dan kunnen we het eventueel ook slopen, dan hebben we die bouwmateriaalspullen ook nog. En we kunnen dan, als je een branch hebt, kunnen we nog. Bam. We gaan er gewoon voor. Kijk of niemand ons hoort. Oh ja, ik heb er zijn best wel wat mensen op de server. 12 of zo, toch? Blam. Oké, okay, hier stoten. Kijk, hij heeft al spullen. Van een goede engine, die kunnen we wel gebruiken namelijk. Helaas dat niet. Kijk, ik ben helemaal vol met sinaasappels op dit moment. Oh, dat had je niet moeten doen. Kun je even scouten? Alsjeblieft. Dan film ik het. Oh, kijk, dat as, dat is wat ik wil. Die banden wil ik ook nog wel hebben. Oké, het gewoon wat sinaasappels op en pak ik zo nog wel wat spullen op. Geen flint, geen leer, geen. Dit hoef ik niet.
Nee, 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 nee. Deze wil ik wel meenemen. Oh, wordt het hoog tijd dat we zo weer naar een 150, range maken? Ja, wat is het? 150 kool, denk ik. Dus dat is echt wel goed. En ik nog geen trail, Antin. Nee, inderdaad. Maar dat is ook niet echt heel erg. Steen is niet super veel waard. Ja, we wonen vlakbij, dus we kunnen ook gewoon even twee keer op en neer lopen. Ja, doe dat. Ik ga wel even wat spullen pakken en dan... ga ik even op ik en neer. Ik ga alvast, want ik heb volgens mij de beste spullen. Oh man. Ja, hadden we maar geen fetish moeten hebben tijdens de stream. Hadden we maar rustig moeten doen. Ja, we moeten... Sorry, dit is wel, ik vond het een beetje gemeen, maar even... Om eerlijk te zijn, iemand moet gereed worden. Dus ja. Yes. What you gonna do? Het is niet persoonlijk, laten we het daarop houden. Nee, dat is zeker waar. Goed dat je dat zegt. Oeh. Het enige persoonlijke eraan is hetgene woont vlakbij en die mensen zijn gewoon een grotere bedreiging. Dat is waar. Ja, het zat dat chill om... Durfde niemand meer bij ons in de buurt te wonen. Ja, nou, dat is niet erg. Laat ons met rust. We willen gewoon in ons eentje wonen. Deze stad is van ons. Nou ja. Grotendeels dan. Inderdaad. Bam. Kijk eens aan. En eigenlijk was het gewoon zielig op een belasting. Kan ja, er niks aan doen dat en, er niks en bij was. En nog een beetje extra, ja, inderdaad. Die kogels wil ik ook wel hebben. Ja, we kunnen misschien nog wel wapens maken. Blanke. Nog een beetje blauw over, heb zo'n shotgun kost bijna niks. Troep, dit is ook troep. Spullen zijn troep? Nou, niet. Ik zei toch dat er goede spullen in die kast zaten, jongen. Jammer dat alleen dat hij geen. Niet van die rode. Geen rode drills heeft of zo. Überhaupt niet. Maar had jij het toch goed? Want jij zei nog van. Volgens mij zit het in deze hoek. En toen zei nee, dat. Oké, als je nog wat wil, dan moet je snel zijn, want het gaat zo meteen wel despawnen. Oh, je hebt alles al weggehaald voor de rest. Ja, ik wil die kisten zijn voor mij. Zijn best wel een goede prijs. Is toch 40 Oké, nou dan ga ik nu wel even rennen. Ik heb nog niet alles uitgeladen. Huppa, kijk, hier zit ook nog wat resources voor ons. Alsjeblieft, dankjewel. Bedankt voor de moeite. Does it hurt, world? Dat even netjes opruimen. Moet je snel zijn. Tot een paal ook weg. Hier gaat, yep, kijk, hier gaan de foundations. Hé, hey, wie is dat? Oh! Er was iemand anders. Tienes? Ik dacht dat jij het was. Ik dacht dat jij het was. Dat ja, is ja. Echt. Maar ik heb geen gasmask. Maar jij hebt wel geen spullen oppakken, toch? Maar je hebt helemaal geen goede spullen. Ik heb helemaal geen spullen bij me. Nou, jij had de goede spullen al meegenomen. Ho, dat ik heb het gehaald. Ik ben binnen. Maar hij was toch niet geauthorized op die claim? Ja, maar er zat toch een gat in? Ja, oké, okay, nee, ik bedoel, maar hij, zeg maar, dat was toch niet zijn huis? Nee, die kwam gewoon langs. Oh, wat een boef. Hij dacht gewoon, ik ga gewoon hier spullen scoren. Ja, we moeten gauw even shotguns maken. Je wilt ook shotguns, ja. Ja, nu moeten we even... Oh man, ik ben gewoon overhoop gaan. Ja, dat snap ik. Oh, we hebben misschien niet genoeg blauw voor shotguns. Oh, we hebben niet genoeg blauw voor shotguns. Oh. Hoeveel blauw is er? 11. Dat is 20, toch? Hoeveel is het? Om het te maken, want ik heb hier nog 20 blauw. Shotgun is 35 zelfs. Oh, ik dacht 20. En 50 ijzer. Ja, we komen er 4 tekort. Oké, okay, we proberen hem wel. We kijken nog eventjes wat we nog kunnen salvagen met bogen. Maar waarschijnlijk hebben we de beste spullen al daaruit teruggekregen. Ja, ik moet even pijlen maken alleen. Ik ga even de quad wat dieper zetten voor als die als loopt te campen. Sorry. We moeten gewoon zorgen. Maar dan kom ik niet meer naar buiten. Nee, ja. Maak hier maar, kun je een deur maken hier tussen? Ja, dat kan ik. Ik wou eens planken maken. Ik moet nog pijlen maken, dus het duurt allemaal nog even, maar... Ondertussen is die waarschijnlijk al weg. Zo, plankie. Ik heb alleen geen steen. Dat ligt ook nog achter jou. Dan moet je ook nog even erin knallen. Extra airlock. Come on, let's do it. Nou, ik ben wel blij dat we die raid hebben gedaan, want volgens mij hebben we wel genoeg spullen eruit gekregen. Ja, in ieder geval goede spullen. En vooral als je de drills er gewoon mee kunt aansturen, dan heb je die, natuurlijk die deadcaps, die hebben we niet terug, maar dat hadden we ook niet verwacht. En we wonen toch naast de stad, dus die krijgen we nog wel.
Oké. Okay. Ja, we kunnen gaan. Ik heb pijlen. Alleen pijlen bij me dus. Je bent al die kant op? Ja, hij is hier. Waar is hij hier? Bij de... Ik hoor wel bogen, maar ik zie... Oh, daar. Jij bent met de winterjas en de gele pants, hè? Ja, man. Hij zal wat goed hebben, want hij rent weg. Welke kant zijn jullie op? Achter dat huis. Die tieners, jongen. Wat een boef. We gaan hem pakken. Wij willen onze spullen terug. Misschien kan ik wel achterkomen waar hij woont. Ik heb 2 jaar veel dat ik kan verliezen. Hij moet alleen mij niet killen. Ren jij nu de weg over? Ja, net. Ja, nou dan ik schuin achter jou. Ik spring. Hij rent naast die rode node. Oeh, man. Ik weet waar die woont, jongen. Ja, als we hem nu gewoon volgen, dan kunnen we weten waar hij woont. Dat is eigenlijk al genoeg informatie. Ik ben hem alleen, volgens mij. Ik zie hem nu nergens meer. Ja, hij heeft waarschijnlijk nog wel meer shotgun shells. Dat zou wel kunnen, maar misschien had hij er ook maar 6. Misschien had hij die net gevonden en zit er nu doorheen. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, of dat hij sommige mensen doen ook 6 bij zich hebben. Omdat je dat... Zoveel als je er in je shotgun kan hebben. En die drop je dan niet als je doodgaat. Ja, maar nu met keer 2 is het denk ik is toch een stuk goedkoper om wat meer mee te nemen. Wel een sinaasappel daar. Ik denk dat we hem wel kwijt zijn helaas. Ja. Nou, er zit hierboven zit wel een hutje. Eens even kijken. Moeten we gewoon even gaan verkennen een keer zodra we een auto hebben. Misschien wel een van onze volgende doelen. Misschien moeten we gewoon teruggaan, sleutel maken, proberen een auto bij elkaar te krijgen. Ja, ik wil wel heel graag een auto hebben. Neem een quad en een auto, dat zou echt chill zijn. We moeten alleen nog een goede plek vinden om die auto te bewaren. Ja, gewoon eens een tijdelijke garage bouwen. Het kan alleen wel zijn dat iemand hem nog gewoon direct weghaalt, maar... Eventueel alleen een dubbele garage deur. Dan is hij denk ik al 2 proof en dat is al is wel een duur grapje voor een auto. Right, guys. Ik heb nog even getraind voor een extra C4. Het heeft me mijn broek gekost onder andere. Maar... Gelukkig krijg je er wel weer een broek voor terug, dus je hoeft niet helemaal je onderbroek over straat. Dat scheelt. Maar dat was hier een huisje scheelt. Wat ik zag dat een houten dak had. Ja, dat lijkt me echt te goed om niet te C4'en. Heel gevoelig voor reeds natuurlijk. Dat is kill, ja. Zoiets. Echt wel makkelijk om een C4 te komen met zo'n 2 keer. Alles gaat zo snel. Pak wel damage daarvan, zeg. Hè? Huh? Ja, en niet zo'n beetje ook. Oh, ik moet ook nog van het dak af natuurlijk. Ik ga daar niet bij blijven staan. Zet je hamer op de manage? Oh ja, maar nu kan ik niet weer springen, want dan pak ik waarschijnlijk weer damage. Ja, maar het moet. We moeten wel, anders rennen we gewoon gauw er weer heen. Shit. Oh, ik spring ook mis. Als het belangrijk is, dan moet het al niet lukken. Ja, kom alleen toe. Hou jij gewoon de muur dicht? Dan kan ik het hier. Ja, ik moet even in de gaten houden, want er is hier iemand. Oh, die loopt door, chill. Spullen, heb je binnen? Alles? Ja, don't worry. Ik zit er gewoon weer dicht. Dude, ik heb toch wat steen. Ik sta op het dak. Steen, oké. Okay. Prima, ja, je kan binnen via de voordeur als je wil. Ben je? Ik tel het. Ja, ik ben bijna bij de voordeur. Nu ben ik bij de voordeur. Nice. Kunnen we hier natuurlijk. Rustig ons gaan. Hier kan ik nog niet naar binnen natuurlijk. Moet ik nog authorize. Oh, hier is een gat. Lol. Nee, maar dit is niks. Dit is niks. Hier moet je niet zijn. Nee, het is echt alleen deze 2. Prima. Kijk, damage code.
Dat is niks. Wat amber, wat rood, bandje. Kogels, ja, die vind je wel veel in de stad. Een rood shirt, of een groen shirt. Dat is zo, vet, bijna oké, weer wat vet. Ja, alleen geen ash. Oké, maar wel 160... Wat ijzer. Kolen, dat is wel goed. Flint hoef ik niet. Zaadjes voor de sinaasappelbelasting. Daar was het natuurlijk om te doen. Precies, we kwamen weer de sinaasappels halen. Ja, ik heb ook nog wel ruimte, ik neem ook wel wat dingen mee. Gewoon meenemen. Gewoon meenemen, ik kan die kist wel oppakken als je wil. Die authorize. Ja, je zou het ook kunnen. We zouden het ook kunnen levelen. Nee. We kunnen het ook niet doen. Zullen we het gewoon niet doen? Dan weten ze in ieder geval wie het gedaan heeft. Maar anders nee, ziet hij het ook wel. Gewoon, je kan het gewoon in die authorize en dan killen. Ja, dat is wel een goeie. We lopen even op en neer. Maar uiteindelijk, ik bedoel, hey, ik ga het op podcast op YouTube, dan zie je hem toch? Bedankt voor de sinaasappels. Yep, en de rest van de spullen. Goed. Laten we gaan. Alsjeblieft de deur achter je dicht. Nou, waarschijnlijk is dit hoe noem je dat? Een satellite basis. Dus niet een echte basis, maar gewoon iemand zijn... Tweede base. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Twee raids. Dat, wat? Nu moeten we wel even onze drills goed laten werken. Met alle spullen die we hebben gekregen. Ja, al die kolen gaat hij even opeten. Nam, nam, nam. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Laat alsjeblieft een like achter. En ik hoop je allemaal... te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!